Mijn naam is Elmar Rekers, ik ben hier op Mobile World Congress in Barcelona, waar HP vandaag de Slate 7 heeft aangekondigd. Een scherp geprijsde 7-inch tablet, welke voor €149 in de winkelschappen zal verschijnen. De tablet is verkrijgbaar in een rode variant en eentje met een zilveren achterkant. En het apparaat draait op Android 4.1, beter bekend als Jelly Bean. En heeft aan de voorkant een VGA-camera voor het voeren van onder meer videogesprekken. Aan de achterkant zit nog een 3 megapixel camera. En zoals je waarschijnlijk hebt gezien, ondersteunt het apparaat Beats Audio. Hiervoor heeft het ook enkele aanpassingen gedaan aan het systeem. In de instellingen bijvoorbeeld zien we dat er een Beats Audio menu aanwezig is. En daarmee kun je instellen hoeveel je de bas wil graven of hoe intens je de audio van Beats wil laten toepassen. Het scherm van de Slate 7 is 7 inch groot en heeft een resolutie van 1024x600 pixels. En wat opvalt is dat de kijkhoek erg goed is. Je kunt er ook met het felle licht dat hier schijnt nog redelijk goed zien wat er op het scherm is als je hem scheef houdt. En ook de kleurweergave is verrassend goed. Verder is de achterkant afgewerkt met een soort rubberen coating. Dat het een heel high-end feel geeft voor een apparaat dat eigenlijk voor een budgetprijs in de winkels ligt. De Slate 7 draait op een dual-core processor met een snelheid van 1,6 GHz. Verder is ook een wifi-ondersteuning aanwezig, maar een 3G-versie komt er niet beschikbaar. HP zegt dat de Slate 7 in april beschikbaar komt, ook in Nederland. En dan met een prijskaartje van €149.